Mijn naam is Andy Krijgsman, Unie van Waterschappen, senior beleidsadviseur water. Ik werk bij de Unie sinds 2005 en ik heb daarvoor ook bij waterschappen gewerkt als jurist. Ik zal het gaan hebben over bomen op dijken. En bomen als risicofactor, bomen ook als iets heel moois, hè, als het gaat om landschap en natuur. Hoe ga je met bomen op waterkeringen om? Hè? Er was dus een waterschapper en die kwam bij de dijk en die zag een boom. Nou, wat doe je dan? Hè, is dat een probleem? Of zeg je van, het is prachtig zo, ik laat het zo. Nog eventjes, voordat ik verder begin, ik heb het idee dat ik een van de weinige juristen in de zaal ben, maar ik wil dat even testen. Wie in deze zaal zijn jurist eigenlijk? Hallo. Ja, heel fijn. Daarnaast, eventjes toch ook nog een vraag als het gaat om bomen op de dijk. En stel nou dat een boom al 25, 30 jaar op de waterkering staat. Hè? Wie is van mening dat je die toch kan verwijderen eigenlijk? Wie vindt dat je dat toch kan doen, ondanks dat het al een lange tijd is dat die daar staat? Ik zie toch ook wel heel wat handen, met hier en daar niet. Nou, dat is op zichzelf denk ik wel een goede insteek. Maar stel nou dat de eigendom van dat gedeelte van die dijk waar die boom staat, stel nou dat de eigenaar zegt van waterschap, wat kom je hier doen? Ik wil gewoon dat die boom blijft staan. Bijvoorbeeld een gemeente die dat zegt, hè, toch een hele sterke partner in dat geheel. En die beroept zich op zijn eigendomsrecht. Wat? Andy, ik ga je toch even een handmicrofoon geven. Want... Ja, oké. Okay. Mag ik die even? Ja. Die andere even? Even kijken hoor, ja. Dus die boom die staat op de dijk, maar die staat op het eigendom van bijvoorbeeld de gemeente en die zegt van ik wil dat die boom blijft staan. En waterschap, je hebt grote plannen, maar daar ben ik het gewoon niet mee eens. Wat dan? He, het eigendomsrecht. Wie vindt dat je ondanks het eigendomsrecht... Oké. Dat is al een interessante presentatie tot nu toe, vind ik zelf. Wie vindt dan dat je ondanks het eigendomsrecht toch die boom kan verwijderen, op wat voor manier dan ook? Ik zie iets aarzelend, zie ik wat minder vingers of handen de lucht ingaan. Dus dat is toch nog wel een beetje twijfelen. En dat is niet gek, want bomen op de waterkering, het lijkt een simpele kwestie, maar dat is het eigenlijk ook weer niet. En de vraag is, vanuit het juridische, hoe kan je dat dan benaderen, gegeven ook alle rechtelijke uitspraken die er zijn gedaan op bomen op waterkeringen die weg moesten van de waterbeheerder, van het waterschap in dit geval. Nou, daar ga ik jullie in meenemen. Ik neem jullie daarin mee aan de hand van vier aandachtspunten. En dat is de rollen van de waterbeheerder. Onderscheid die goed, hè? Je hebt verschillende rollen als waterbeheerder. En bij die verschillende rollen horen verschillende spelregels, juridische spelregels. En juristerij, dat schrikt altijd een beetje af, is mijn ervaring. Maar het is niet meer dan de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken via het parlement. Komt in een wet terecht en dan moet je het doen in de praktijk. En de vraag is, wat is wijsheid in concrete gevallen? Nou, de rollen als waterbeheerder goed onderscheiden. Ik kom daar zo meteen op. De tweede is een denkmodel van de juridische systematiek. Henk heeft al aangegeven van wat zijn benaderingswijze is. Maar dat is, in de juristerij is dat een ander denkmodel. Het zijn geen rekenmodellen, het is geen exacte wetenschap. Maar je kan wel op een bepaalde manier dat zodanig benaderen dat je probeert de kans op een juridisch succes, hè, de uitkomst, dat in je voordeel uitpakt als je vindt dat bomen bijvoorbeeld op de waterkering weg moeten in het kader van je project. Nou, dan heb je ook een rechtelijke rechtmatigheidstoetsing. Het kan zijn dat in sommige gevallen jouw zaak als organisatie bij de rechter terechtkomt en dat je je moet gaan verantwoorden. Dat je uitleg moet geven van, ik heb een bepaald besluit genomen, althans mijn bestuur. Ik vind dat het een goed besluit is om die en die redenen. En dan is de vraag of de rechter diezelfde mening is toegedaan. En als de rechter dat anders vindt, dan kan het zijn dat je best een probleem hebt, bijvoorbeeld met je project, of met je besluit wat je hebt genomen, een vergunning wat je hebt verleend of geweigerd, een handhavingsactie die je hebt gestart. Het kan best zijn dat dat leidt tot problemen. En problemen zijn over het algemeen niet leuk, denk ik. Dus rechtelijke rechtmatigheidstoetsing. Hoe
toetst een rechter, zeker op hoofdlijnen, dan de besluitvorming. En als laatste, dat is het concrete geval, analyse casus Watergraafsmeer. Ik ben hier uitgenodigd en heb ook aangereikt gekregen een casus van bomen in de Watergraafsmeer. En ja, hoe kan je die, het waterschap zegt van, ja, die bomen zouden eigenlijk weg moeten. De gemeente zegt van, nou, ik kijk daar toch iets anders tegenaan. En hoe ga je daar dan mee om? Dus het is interessant om ook aan de hand van die casus te kijken van, nou ja, wat zijn je rollen? Wat is je denkmodel? De juridische systematiek? Hoe zou een eventuele rechtelijke toetsing eruit kunnen zien? En wat is de uitkomst in dat geval? Nou, de rollen. Dat eigenlijk in de presentaties, in de voorgaande presentaties van Ronald en Henk, is dat eigenlijk ook al een beetje aan de orde gekomen, impliciet. Je hebt een rol als initiatiefnemer, dat je dus die dijk wil gaan verstevigen, dat je die wil gaan aanleggen, dat je die wil gaan versterken. En dan ben je initiatiefnemer. Hè? Dan neem je de actie om met wat met die dijk te doen. Maar het kan ook zijn, en dat is de tweede, dat je... dat een ander zegt van, ik wil wat in jouw watersysteem doen. Ik wil wat op die dijk doen. En dan kan je terechtkomen in een toetsende rol. Ja, dus dat er vergunning moet worden verleend of worden geweigerd. Of dat een derde zegt van, nou ja, die bomen, ik erger me er al heel lang aan, die zouden weg moeten. En dat de vergunninghouder... zegt van, nee, ik wil dat die boom blijft staan. Nou, die derde, die heeft daar een bepaald verhaal bij. Die zegt van, die dijk voldoet niet aan de norm. Wat mij betreft is het boom een risico. En waarom haal je die niet weg? Je hebt toch een beginselplicht tot handhaving. Jij als overheid, als er niet aan de norm wordt voldaan, moet je toch handhaven. En dat zeg ik erbij, tenzij. Dat zijn dan weer spelregels. En daar komen we ook op. Maar dan zit je dus in een toetsende rol. Ben je dus niet initiatief nemen. En je kan in die toetsende rol, kan je ook, niet alleen vanuit de vergunningverlening, maar dan kan je ook terechtkomen in een handhavende rol. Dus dat je moet optreden, dat je een last onder bestuurstwang moet uitbrengen. Dus dat je die bomen verwijdert, daar waar de ander dat niet doet, ondanks een redelijke termijn. Het kan ook zijn dat je in de rol zit van adviseur watertoets. Dus dat andere besluiten nemen, een gemeente, planologische besluitvorming of een bestemmingsplan, of afwijken van het bestemmingsplan vanwege bepaalde activiteiten. En dat je daar in het kader van je watertoets een adviserende rol in hebt. En dat je zegt, ik zie het vanuit waterstaatkundig oogpunt zus en zo. Stel nou dat er natuur, dat er een bepaalde natuurontwikkeling is, die dicht naar de dijk toe gaat en dat je zegt, ik wil toch niet in een bepaalde zone hebben. En dan kan je in het kader van die watertoets een bepaald advies uitbrengen van gemeente tot zover en niet verder. Nou, dat laatste adviseur watertoets laat ik even buiten beschouwing. Maar de andere rollen, die ga ik toch even de revue laten passeren. Als je kijkt naar de rol van initiatiefnemer, dat is een vrij sterke rol. En onder de huidige waterwetgeving heb je het projectplan. En het projectplan is een instrument, een stuk gereedschap, waarmee je waterkeringen kunt aanleggen en je kunt ze versterken. Je kunt dus wat doen met je waterstaatswerken. Dus waterstaatswerken zijn waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerk, dus gemalen stuwen. Dus je kunt met dat projectplan kun je wat, als initiatiefnemer. Je kunt dus ook vanuit een bepaalde doorzettingsmacht, als dat nodig is, vanuit je wateropgave. Je hebt een bepaalde wateropgave, je hebt een bepaald idee omtrent je dijk. Kun je wat doen en dan zet je je projectplan in. Nou, dat is zeker het geval voor primaire keringen. Daar is sprake van een gecoördineerde projectprocedure. Dus dat is zo dat onder goedkeuring van de provincie doorloop je een gestroomlijnd proces waarbij je een projectplan vaststelt. Je vraagt de vergunningen aan. De vergunningen worden op een gegeven moment gestroomlijnd, komen die tot stand. Die krijg je dan. En als je ze niet krijgt, dan kan desnoods de provincie een in de plaatsstellingsbesluit nemen. Die kan zeggen, gemeente, stel dat de gemeente is, daar waar jij een vergunning had moeten verlenen en je hebt het niet gedaan, doe ik het om zodoende het project toch te kunnen realiseren. Nou, bij regionale keringen kan die doorzettingsmacht, het klinkt allemaal misschien een beetje vervelend, maar je hebt toch een opgave die je wil realiseren. Je wilt toch iets doen vanuit bepaalde goede bedoelingen.
Nederland Deltaland. En het kan zijn dat bij regionale keringen dat daar vanuit de verordening van de provincie een instructie ligt om die keringen dus te versterken, aan te leggen, te versterken. En ook daar waar er geen instructie ligt, kan je de provincie verzoeken om dat te doen. Nou, dan ligt daar dus een opdracht. En vanuit die opdracht ga je dus dat projectplan vaststellen. Vervolgens ook gebruik maken zoveel mogelijk van die gecoördineerde projectprocedure. Zorgen dat je alle vergunningen krijgt. En als je die vergunningen niet krijgt, dan kan desnoods de provincie daarvoor zorgen. Met beroep in eerste en enige instantie bij de Raad van State. Dit is een groot verhaal, dat realiseer ik me. Als je het betrekt op bomen op waterkeringen. Maar bomen op waterkeringen kunnen wel een beletsel zijn. Die kunnen ervoor zorgen dat je project, zoals je die wil realiseren, als bomen in de kernzone staan, dat die niet goed kan worden gerealiseerd en dat die dijk dan niet op orde is. Dus een boom kan echt een cruciaal element zijn in dat geheel. Maar ja, tegelijkertijd heb je bomen die monumentale waarde hebben. Ik hoorde jou daar al iets over zeggen, of bomen die beeldbepalend zijn. Bomen die een bepaalde natuurwaarde hebben, landschappelijke waarde, et cetera. Dus dat zal je moeten gaan afwegen. Die schade zal je zoveel mogelijk moeten voorkomen. Als het niet kan, beperken en anders vergoeden. Hè, of compenseren in natura of in geld. Hè, dat is de systematiek die er dan bij is. Het projectplan, ik zie een vinger. Als er geen versterkingsopgave ligt, ja. Dan is een boom staat niet onderdeel van het waterstaatswerk. Nee. Dus jij zegt van, ja, er is geen versterkingsopgave. Stel dat die er niet is, hè, dan heb je die titel heb je dan niet. Dat vertrekpunt heb je niet. En het kan toch zijn dat je dan zegt van, ja, maar die boom vind ik toch een probleem. Hè, want er zijn ook leidraden, hè, vanuit het Rijk bijvoorbeeld, of de EMW, die zeggen van, ja, beplanting, die vormen toch een schadelijk element, of kunnen een schadelijk element vormen voor de waterkering. Hè, dus let daarop. En het kan zijn dat je dus vanuit een andere rol, hè, dus je hebt geen versterkingsopgave, en daarom zijn die rollen zo essentieel, dat je vanuit een andere rol zegt van ja, die boom die staat daar weliswaar al sinds jaar en dag, hè, laten we zeggen 20 jaar, maar ik kijk daar wat anders tegenaan. Ik vind vanuit mijn rol als vergunningverlenend bevoegd gezag, in handhavend bevoegd gezag, dat ik daar verandering in moet brengen. Maar dan moet je daar wel een verhaal bij hebben. Ja, dus je kunt dat niet natuurlijk zomaar doen. Het kan zijn dat je daarvoor kiest via de weg van het saneringsplan. Hè, waarbij bomen die vergund zijn, hè, met andere woorden met toestemming, daar staan. Maar veelal staan bomen, is mijn ervaring, zonder vergunning. En die worden gedoogd. En met gedogen bedoel ik dan, dat wordt door de vingers gezien. Hè, want gedogen heeft ook een andere betekenis. Namelijk dat je ook iemand iets kan opleggen, een gedoogplicht, en dan heeft hij iets te dulden wat hij niet leuk vindt, maar waarvan jij zegt het is noodzakelijk. He, dus iets graven of iets dempen of wat dan ook. Nou, in dit geval bomen die dus door de vingers zijn gezien, artikel 5 zeg ik altijd maar, en waar tegen niet is opgetreden, maar waarvan je nu zegt, als ik nu kijk naar het hele spectrum, dan vind ik dat vanuit de rol van vergunningverlening bevoegd gezag, kijk ik, wat voor beleid ik voer? Nou, stel nou dat je als beleid voert dat je bepaalde zones bij je waterkering, dat je zegt, nou daar vind ik bomen toch wel toelaatbaar. Ja, dat is jouw kijk op het geheel, beleidsmatige kijk. En datgene wat niet binnen die zone staat, dat moet weg. Nou, daar zet je dan een saneringsplan op, zeg ik dan. En vervolgens kan het dan zijn dat je daar ook je handhaving op zet. Zeker waar het illegale bomen zijn. Dan moet je een redelijke termijn stellen ten opzichte natuurlijk van hoe lang die bomen daar al staan. Je kan niet zeggen van die bomen staan daar al 20 jaar en ze hadden gisteren al weg moeten zijn. Maar ik ben heel schappelijk, dus morgen moeten ze weg zijn. Dat kan niet, dat is niet redelijk. Hè, dat voelt iedereen wel aan. Dus die redelijkheidsmaatstaf zeg je van nou, ik heb een plan. Volgens dat plan handel ik en ik heb een bepaald zonebeleid daarbij. En deze boom staat buiten dat zonebeleid en daarom moet hij weg. En dan zet je daar een traject op. Is dat een antwoord op jouw vraag? Nou, en dan kom je dus bij bevoegd gezag, vergunningverlening en het toetsingskader
van de waterwet. Want wat is het toetsingskader van de waterwet? De doelstellingen zijn altijd heel van belang, hè, de doelen. En dan zie je dat de waterwet zegt beschermen en verbeteren, of beschermen tegen en het beperken van overstromingen. Dat is een doelstelling. Bescherming en beperking tegen overstromingen, waterschaarste, wateroverlast. Dat is een doelstelling. Vervolgens het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen. En het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. Dan kan het best zijn dat er wordt tegengeworpen van, ja, maar deze dijk vervult ook een maatschappelijke functie, hè, recreatief. Het oogpunt van natuur, et cetera. Dus je moet een goed verhaal hebben, ongeacht de rol die je daarbij vervult. En dan kom ik zo meteen op dat denkmodel, hè, waar ik het juridische denkmodel. Als het niet voldoet aan die doelstellingen die ik daarnet noemde, zoals je dat vindt, dan kan je zeggen, ik weiger de vergunning, of er is geen vergunning, ik ga handhaven, want die boom, ik stel vast dat die illegaal is. Nou, wat is nou dat, zoals ik het zie, dat denkmodel? En dat zie ik ook terugkomen in rechtelijke uitspraken. Dus het hoeft allemaal niet erg moeilijk te zijn. Wat van belang is in dit verhaal is, schoenmaker blijft bij je leest. Je bent als waterschap, als je kijkt naar de waterschapswet, dan ben je een functionele democratie. Ik zie jou dat allemaal even zo mompelen. En terecht, functionele democratie, die de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied tot taak heeft. Dat woordje taak is al eventjes gevallen, maar zorgtaak in plaats van zorgplicht. Nou, je wil in dat gebied wil je iets doen, je voelt je verantwoordelijk, je bent bevoegd. Nou, dan heb je die waterschapswet. Dat wordt ook door die rechter wordt dat vastgesteld. Hè. Jij bent bezig, schoenmaker, blijft bij je leest. Dat lijkt makkelijker dan het is, want je hebt rekening te houden met natuurbelangen, met landschappelijke belangen, met recreatieve belangen, allerlei soorten belangen. Maar waak ervoor dat je geen natuurorganisatie bent. Dus vertrek altijd vanuit je wateropgave. Vertrek altijd uit dat je overstromingen wil voorkomen en beperken. Ook al heb je het over beplanting. Ook al heb je het over die boom. En bij die, als je dan vervolgens, het belangrijkste is het besluit in het concrete geval. Want daar heb je het dan over. Je gaat naar die dijk, je ziet die boom staan. En je denkt, ja, is dit nou een probleem? Ja, voor mij wel, maar voor die ander niet. Uiteindelijk moet je een besluit in het concrete geval moet je terechtkomen. Dus dan neem je een bepaald besluit met rechtsgevolgen. Dus het kan ingrijpende gevolgen hebben voor iemand. Die gemeente, daar zeg je tegen, nou, die bomen moeten weg. Als jij dat niet doet, doe ik het. En ik breng je de kosten in rekening. Dus dat kan nogal wat betekenen. Maar voordat we zover zijn, zie je de tweede. En dat is het provinciaal reglement. Ik noem het altijd maar de statuten van het waterschap. En daarin staan de taken van het waterschap. Dus je zegt, meneer de rechter, meneer de voorzitter, ik heb tot taak om die waterkeringszorg in dit gebied, om dat allemaal goed te laten lopen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar je stelt vast dat je voldoende grondslag hebt om te kunnen doen in punt 5 wat je doet. Met dat verhaal wat je erbij hebt en de rol die je erbij vervult. De derde is de waterschapsverordening. Stel dat dat aan de orde is, bij een projectplan is dat niet het geval, maar je hebt vanuit je vergunningverlenend bevoegd gezag en de handhavend bevoegd gezag heb je die waterschapsverordening, je keur, en die heeft verboden, geboden en een vergunningstelsel, ontheffingenstelsel, zeggen ze ook wel. Nou, het is verboden om beplanting op die waterkering te hebben, dat is een verbodstelsel. Betrokkenen heeft geen vergunning, geen ontheffing, geen toestemming, of heeft dat wel, maar dan moet je maar even kijken hoe je daarmee omgaat. Laten we even aannemen dat er geen vergunning is. En dan zeg je van, wat is nou mijn beleidskader? En dat beleid is essentieel. Als je namelijk geen beleid hebt, dan moet je terugvallen op je besluit in het concrete geval. Dan moet je daar je hele verhaal in vertellen. Dus stel dat je handhavend gaat optreden, dat je zegt, ik heb een saneringsplan. Ik heb daarin een zonnebeleid. Ik heb daarin een beplantingsbeleid. Dus ik moet bepaald kijken op hoe ik met bomen en dergelijke omga. Ik heb een beleidskader. Schoenmaker blijft bij je leest. Ik doe dat vanuit mijn waterkeringszorg. En vervolgens, vanuit dat beleidskader, zie ik in dit concrete geval aanleiding om te handhaven. Om te zeggen van, ik heb een gesprek gehad met betrokkenen, maar die zegt van, ja, ik ga het niet doen. En dan kan je als overheid desnoods zelf dat doen, of met een behulp van een dwangsom proberen af te dwingen. Dat klinkt nogmaals allemaal niet zo leuk, maar het doet zich met name voor in situaties dat je in impasse geraakt. Dat je zegt, ik heb mijn wateropgave, die boom is echt een probleem. Ik heb mijn beheerderstaak,
Het kan ook zijn dat je geen versterkingsopgave hebt. Maar ik heb mijn beheerderstaak en ik vind dat die boom een probleem is. Beleidsmatig. Want besturen kunnen ook een bepaald beleid neerzetten daar waar het er eerst niet was. Dus het saneringsbeleid tegen gedoogsituaties, om maar wat te noemen. Nou, en dan vervolgens kom je met het besluit in het concrete geval. Als het is een vergunning- en handhavingsbesluit, oké, dan loopt het zoals het loopt. Dus dan vindt er een belangenafweging plaats. En dan zegt de betrokkenen, ja, het is een monumentale boom. Ja, daar heb je rekening mee te houden. Dan heb je dus ook een alternatieve onderzoek duidelijk te maken. Van, ik heb de alternatieven onderzocht en uiteindelijk ben ik erop uitgekomen. Ik zie ook het plan wat ik heb, dat deze boom toch weg moet. Want bijvoorbeeld, het kan zijn dat je vanuit de leidraad, de landelijke leidraad, EMW geloof ik, expertise netwerk water, dat daar wordt gezegd, nou, in je beoordelingsprofiel van je waterkering wil ik geen wezensvreemde elementen hebben. Ik wil geen bomen die daarin wortelen, ik wil geen kabels en leidingen. Dat beoordelingsprofiel van die waterkering moet vrij zijn van wezensvreemde elementen. En daarvan heeft de rechter uitgesproken dat dat redelijk beleid is. Redelijk beleid, in de zin van, ja, je kan er misschien andere gedachten over hebben, maar het is begrijpelijk, het is redelijk beleid. En ook al, en dat was in het geval van die zaak waar ik het over heb, ging het over kabels en leidingen. Even een uitstapje. En er waren dus kabels en leidingen van, in dit geval, Eneco, en die zaten er al 20 jaar in. 20 jaar. Er was een beheerssituatie. Dus geen versterkingsopgave, maar mogelijke versterkingsopgave in de toekomst. En het waterschap zei van, wat mij betreft een nieuw beleid, ik wil geen kabels en leidingen in mijn beoordelingsprofiel. Nou, de rechter, in eerste instantie was de rechter het daar niet mee eens, maar is men naar de Raad van State gegaan. En de Raad van State heeft het waterschap in het gelijk gesteld. Die zegt, je mag op basis van deze beleidsbeoordeling, mag je inderdaad een last onder dwangsom doen, want ze wilden niet zelf die kabels en leidingen verwijderen, dat is toch een beetje te link. Een last onder dwangsom, dus een dwangsom opgelegd, en die Eneco in dit geval zou verbeuren als ze die kabels en leidingen niet zouden verwijderen. Oké, vervolgens zegt, dankjewel. Vervolgens zegt Eneco, ja, maar ik heb schaap. En dan mag je inderdaad ook verwijzen naar een schadevergoedingsregeling, nadeelcompensatieregeling, want het wordt gezien als een beleidskader voor afwikkeling van schade en wordt gezien als redelijk beleid. Nou, ik ga wat sneller, rechtelijke rechtmatigheidstoetsing. Waar kijkt de rechter nou naar? Als je kijkt naar rechtelijke uitspraken, dan kan je zeggen, ja, dat is juristenvoer, maar hoezo? Het kan heel interessant zijn om het gewoon te lezen. De ene leest een roman, de andere een rechtelijke uitspraak bij het ontbijt. En wat je dan ziet is dat de rechter altijd kijkt naar relevante feiten en omstandigheden, die rechtstreeks met die zaak verband houden. Nou, dan kom je met je verhaal. Dit zijn de feiten, dit zijn de omstandigheden, dit is onbetwist. Het waterschap wil dat die boom op die dijk weggaat. Dan komt de standpunten van de partijen. Ene partij zegt, ja, natuur, landschap, et cetera, mijn eigendom. En de andere partij, de waterbeheerder, zegt wateropgave, et cetera. Dan komen de rechtsoverwegingen van de rechter. En dat is op basis van redelijkheidstoets, niet op basis van doelmatigheid. Dus de rechter gaat niet zeggen van je hebt keuze A, B, C. Nee, je hebt gekozen voor C. Dus die ga ik toetsen op basis van redelijkheid. Je hebt een zonebeleid gevoerd, vergunningverlening. Je hebt een projectplan vastgesteld. Nou, die gaat toetsen van heb je als waterschap een goed verhaal. En daar komen rechtsoverwegingen komen daarbij. Dat zijn de overwegingen die voor de rechter doorslaggevend zijn. En ik noemde al even die zaak van kabels en leidingen binnen dat beoordelingsprofiel. Dat maakte duidelijk dat die kabel en leiding niet concreet een probleem hoefde te zijn. Maar dat je op basis van beleid ten aanzien van dat profiel kan zeggen, het moet nu eenmaal weg. En ik ga daar goed mee om, ook in termen van schade. Nou, dat vond de rechter redelijk. En zo zijn er verschillende, ook op het gebied van bomen, verschillende voorbeelden te noemen dat je een goed verhaal hebt. Dan krijg je een uitspraak, een vonnis, een dictum, en dan word je in het gelijk gesteld of ongelijk gesteld, beroep gegrond of ongegrond.
Nou, even de casus Watergraafsmeer. De casus Watergraafsmeer. Nou, wat je daar dus ziet, het is geloof ik ook een excursie vanmiddag, hè, naar Watergraafsmeer. Nou, dus zie je een inventarisatie naar aanleiding van Wilnis. Toch een probleem, hè, we moeten oppassen. 12 bomen ringvaartdijk van de Watergraafsmeer vormen een veiligheidsprobleem. Dat is de initiële insteek. Er is zelfs scheurvorming geconstateerd. Meerdere onderzoeken worden uitgevoerd door de waterbeheerder voor de onderbouwing. Hè, dat is heel erg belangrijk. Van wat wordt je verhaal, zeg ik altijd maar. En 3 bomen kunnen van de 12 bomen worden behouden. Een kapvergunning voor 4 bomen wordt geweigerd door de gemeente. Hè, dus het waterschap gaat naar de gemeente toe en die zegt, mag ik van jou een kapvergunning hebben? Maar dat is een ander speelveld. He, dus met andere woorden, je bent afhankelijk van de medewerking van de gemeente. En die zegt, ik ben eigenaar van de grond. En ik ben ook degene die als bevoegd gezag je wel of geen vergunning verleent. Dus je zit in een wat moeilijkere positie. Hoe dan? Hè? Nou, dan is mijn advies, pak je rol als initiatiefnemer. Je kan daar een projectplan waterwet kan je opzetten. In geval van aanleg of wijziging van het waterstaatswerk. Nou, dat is dus het versterkingsplan wat je moet hebben. Anders moet je terugvallen op je andere positie. Je hebt daarbij de doorzettingsmacht zoals genoemd. Nou, als je op je andere positie moet terugvallen van vergunningverlenend en handhavend bevoegd gezag. Even kijken hoor. dat is de wens van een van de partijen, namelijk het waterschap. Dan kom je dus in het kader van die doelstellingen, zoals gezegd. Dan zeg je in het kader van je beheer, kom je met een plan. Waarbij je aangeeft, ik weet niet, als die bomen met vergunning staan, dan leidt dat tot intrekken van de vergunning. Kan best zijn dat je de vergunning intrekt, maar daarbij aangeeft de redenen die daartoe aanleiding geven. Dan vervolgens kan het ook zijn dat je dat een derde bijvoorbeeld zegt, hè, laten we eventjes de casus nog wat breder maken. Een derde zegt, ja waterbeheerder, ik ben het volledig met je eens, weg met die bomen. Ik heb me er al sinds jaar en dag vreselijk aan geïrriteerd, met al die muggen die erin zitten. 1 minuut. Dan heb je te maken met een beginselplicht tot handhaving. De overheid is gehouden om te handhaven, tenzij de overheid dat kan legaliseren met behulp van een toestemming, vergunning. Of tenzij de belangen die zich verzetten tegen handhaving opwegen tegen de belangen die zijn gediend met handhaving. Dus dat is een belangenafweging die je dan moet doen. En dan kom je weer op dat goede verhaal of dat niet zo goede verhaal, wat uiteindelijk zal blijken bij uiteindelijk de rechter. Gedoogsituatie. Vanuit mijn ervaring hoor ik regelmatig dat bomen, dat daar geen vergunning voor is verleend. Dan heb je te maken met strikt genomen illegale situaties. Hè. Zie de waterschapsverordening, het is verboden, tenzij. Daar kun je dus een traject op zetten, maar niet zomaar. Doe dat beleidsmatig, doe dat met beleid. En vervolgens kom je tot een concreet besluit in termen van ik laat hem staan. Hè. Monumentaal genoeg, beeldbepalend genoeg. Je kunt misschien een uitgekiend ontwerp kun je erop toepassen. Maar je maakt ook een kostenafweging. Kosten zijn een afweging. Hè. Kosten zijn niet de afweging, maar zijn een afweging in het totale verhaal. En je komt tot een concreet besluit. Nou, dan wil ik hiermee afsluiten. Want je kan ook wel eens met elkaar gewoon een boom erover opzetten. Nou, dat is het. Ik hoop dat ik... Dank je wel.